dit filmpje ga ik u uitleggen hoe het stoompijpje van de quickmill werkt en hoe je daar beste melk mee kunt opschuimen. Ik heb hier een 2835 staan, maar in principe werkt het voor alle quickmill machines hetzelfde. Het stoompijpje zit hieronder bij de quickmill en dat is ook bij alle machines hetzelfde. Dat is niet alleen een pijpje, maar ook een kraantje. Als ik hem naar buiten zet, gaat alles via het pijpje. Dus stel dat ik nu koffie erin zou doen, ik ga koffie zetten, bijvoorbeeld met deze knop. Dan komt er geen koffie door de groep, maar door het pijpje. Dus als u koffie wilt maken, pijpje naar binnen. Wilt u iets met schuim doen of met water, pijpje naar buiten. Dat is ook heel handig straks voor het schoonmaken. Laat ik straks nog eventjes zien. Het belangrijkste eigenlijk voor het goed opschuimen van melk bij de quickmill is niet te veel melk te gebruiken. Dus niet een te groot kannetje. De stoomopbrengst is mooi, maar niet superveel. Dus hoe groter het kannetje en hoe meer melk ik ga opschuimen, hoe langer het duurt. Hoe kouder de koffie wordt die ik daarvoor al heb gemaakt. Want dat is de juiste volgorde. Dus ik maak eerst 2 shots espresso in een cappuccino kopje of 1. En daarna ga ik melk opschuimen voor 1 of 2 cappuccino's. Meer heeft eigenlijk geen zin omdat de koffie dan al koud is. Die quick wordt standaard geleverd met dit Venturi, met het melk opschuimstukje. Ik haal hem er altijd af omdat ik het makkelijker vind schuimen zonder. En ik vind het een stukje hygiënischer, want hier tussen blijft heel veel melk zitten en dat is natuurlijk vies. Sowieso met melk zorg altijd dat u alles netjes schoonmaakt en dat ook vooral het gaatje wat hier zit, dat dat af en toe bijvoorbeeld met een paperclipje of een pincetje even schoongemaakt wordt. Want daar blijft melk in zitten en dan verstopt hij. Hoe kunt u dat zien? Als u gaat stomen en er komt niks uit, maar wel druppelt uit de groep, dan zit hij verstopt. Even een paperclip er doorheen heen en weer halen en dan is hij schoon. Ik heb hier dus een kannetje en dat kannetje is van 0,35 of 0,4 liter. Wordt eigenlijk hetzelfde verkocht in de markt. En dat is het juiste maat kannetje. Ik vul hem altijd tot ongeveer maximaal tuitje, net iets voorbij het tuitje. Ik heb hier alvast wat melk in zitten. Nou, ongeveer rond waar het tuitje zeg maar uit de beker komt. Ik heb hier in principe alles nu klaarstaan. Er zit water in. Hij is op temperatuur voor koffie. Ik heb 1 thermoblok hierin zitten, dus wat ik ga doen. Ik ga hem zo meteen aanzetten om te stomen. En dan gaat de temperatuur omhoog. Om te zorgen dat hij kan stomen. Nou, doe ik deze in. Kijk, dan ziet het vrij snel. Hij moet heel even op gang komen. En ik zet er altijd even een bekertje onder. Dat is eerst de condens, dat daarin gaat. Daarna wordt hij vrij droog. Nou, ik heb hier het kannetje en dit is eigenlijk iets wat u in 1 snelle handeling moet doen. Dat ga ik het ook in 1 keer doen, in 1 keer eronder. En kijk, en dan trek ik hem naar het oppervlakte toe. En niet te diep. De hele tijd zak ik iets sneller. En ondertussen ga ik de buitenkant van mijn vingers, van de hand die ik niet gebruik, tegen het kannetje houden. En eigenlijk het allerbelangrijkste dat je opschuimen is temperatuur. En zodra het bij mijn vingers pijn begint te doen, ga ik stoppen zo meteen met opschuimen. En dan zet ik hem uit. Kijk, dan heb ik schuim. En nou, ik heb hier een te zacht werkblad eigenlijk om hem mooi uit te kloppen. Maar stel dat ik dat op een gewoon aanrecht blad zou doen, dan kan ik heel mooi de bubbels eruit kloppen. En dan schenk ik hem naar een paar keer roeren. Kijk hoe mooi schuim het geeft. En als u wat harder kan kloppen, dan kunnen we nog beter mengen en de grote luchtbelletjes erin. Nou, dit vergt even een paar keer oefening, maar dan wordt u er heel handig in. Maar wat het belangrijkste is, u ziet eigenlijk wat er vies bij mij wordt, dat is echt alleen het onderste stukje. Als u hem dieper erin doet, dan zal hij alleen temperatuur in de melk brengen. En dan gaat hij eigenlijk heel hoog gillen. Dan krijg je echt een heel hard herriegeluid. Dus dat niet doen, want dan verbrandt de melk alleen. Ik heb nu magere melk gebruikt. Gebruik magere of volle melk. Want met halfvolle melk is de eiwit-vetstructuur eigenlijk net niet goed genoeg om op te schuimen. Belangrijkste hierna is schoonmaken. En ik ga ook de melk weg. En dat is heel makkelijk. Als deze naar buiten staat, druk ik deze in. Dan ziet het. Geef nu de koffieschakelaar. En dan spoel ik eigenlijk de melkresten hier uit dat tuitje. Dat tuitje wat ik er straks al zei, op het moment dat hij verstopt is, dan komt ook die waterstraal er niet meer recht uit. Doe er dan met de paperclip, maak hem even schoon. Nou, dit was eigenlijk het opschuimen met de quickmill. Sta hem hierna weer naar binnen. Dan ben ik weer klaar voor de volgende ronde. Het voordeel ook trouwens van het schoonspoelen is, u ziet het al, hij gaat weer bijverwarmen.
Ik breng de temperatuur van de thermoblok weer terug naar beneden, want die gaat met stomen naar de 135 graden. Maar op het moment dat ik nu weer de koud water doorheen laat pompen, zakt die weer. En ben ik zo meteen weer klaar om twee espresso's te maken.